Hoi, wat leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Miriam en op dit kanaal vertel ik van alles en nog wat over mijn leven als schrijver. Je vindt hier zowel persoonlijke verhalen, meer over mijn hobby's. Ik vertel meer over de boeken die ik lees. Maar zo nu en dan vertel ik dus ook iets over mijn schrijfwerk. Ik heb nu zelfs een serie lopen. Iedere dinsdag vertel ik meer over hoe het project NaNoWriMo gaat. En zoals ik afgelopen dinsdag al beloofd heb, zou ik vandaag een video delen waarin ik je meer vertel over mijn eigen bedrijf. En nou ja, dat gaan we dus ook maar doen natuurlijk. Want vorige week donderdag ben ik bij de Kamer van Koophandel geweest en heb ik mijn onderneming officieel ingeschreven. Ik heb niet echt een heel originele naam. Ik ga gewoon onder Miriam Schippers ondernemen. Mijn merknaam is dat, zeg maar. En ja, van daaruit ga ik ondernemen. Dat eigen bedrijf, dat heeft al heel wat voeten in de aarde gehad. Ik zal je heel even een korte voorgeschiedenis geven. In 2018 raakte ik mijn baan als docent Engels kwijt. Mijn contract werd niet verlengd en ik besloot me te storten op het schrijversleven. En op een gegeven moment mijn eigen bedrijf te beginnen. Ik vond dat heel eng, dus dat heb ik niet gedaan. In plaats daarvan heb ik een heleboel manuscripten geschreven in die tijd. En ben ik daarna aan de slag gegaan als communicatiemedewerker voor het LCA. Ook een supermooie baan hoor, daar niet van. En ongeveer een jaar geleden kreeg ik te horen dat ook daar mijn contract niet verlengd zou worden. Om bepaalde redenen. En dat is een beetje te lang en ingewikkeld verhaal om uit te gaan leggen. Maar in ieder geval, toen was het al dat ik dacht, nou, ik ga voor mezelf beginnen. Ik ga mijn eigen bedrijf beginnen. En de bedoeling was om dat in april te gaan doen. In januari van dit jaar kreeg ik het aanbod om in Boekhandel de Wedloop te gaan werken. Ik dacht, dit ga ik doen. En ik heb toen tegen mezelf gezegd, dat eigen bedrijf gaat er wel komen dit jaar. Het was een van mijn jaardoelen. Dus, toen in eerste instantie dacht ik, dan ga ik in mei beginnen. Toen dacht ik, het is niet handig om midden in een kwartaal te beginnen met mijn bedrijf. Dus dan doe ik het in het derde kwartaal. Dus dan ga ik in juli naar de Kamer van Koophandel. Dat veranderde dus ook weer. Want ik merkte zeker die eerste paar maanden dat ik best wel heel erg moe was. Er kwam een heleboel stress uit en ik had ook gewoon heel veel om te schrijven. Ik dacht, ik wil hier nu even geen opdrachten bij hebben. En mijn belastingaangifte en weet ik wat allemaal niet, daar zag ik heel erg tegenop. En heel eerlijk, dat vind ik nog steeds heel erg spannend. Want als ondernemer moet je elk kwartaal belastingaangifte doen en dat soort dramatische dingen. Maar goed, toen besloot ik, oké. Per 1 oktober ga ik beginnen. Maar ja, ik ben in september op vakantie geweest. En toen dacht ik, nadat ik terugkom van vakantie, dan schrijf ik me in. Ga ik even naar de Kamer van Koophandel en klaar. Maar goed, je kan dus niet zomaar een afspraak maken bij de Kamer van Koophandel. Je moet echt een paar weken van tevoren dat doen. Toen was ik een beetje ontmoedigd. En toen dacht ik, weet je, die laatste 3 maanden van het jaar, dan kan ik beter focussen op mijn schrijfwerk. En dan begin ik 1 januari. Zo was het geregeld. Ik zou 27 oktober me gaan inschrijven en dan zou de startdatum van mijn onderneming op 1 januari 2023 zijn. Maar ergens, heel eerlijk, was dat nog steeds die angst van wat als ik faal en wat als ik er niet uitkom met de belastingaangifte. En wat als ik geen opdrachtgevers vind. Wat ik wist gewoon allemaal, ik vond het gewoon heel erg eng. Maar goed, toen kreeg ik een opdracht. En toen dacht ik van ja, dit is mijn kans. Nu moet ik mijn angst overwinnen. Me inschrijven. En die opdracht als allereerste opdracht voor mijn eigen bedrijf laten gelden. Dus dat heb ik gedaan. Ik vind het heel eng. Maar en nu ga ik een van mijn favoriete Nederlandse zangers citeren. Het is spannend, het is eng. Maar sinds wanneer is dat een reden om het niet te doen? Dus we gaan er gewoon voor. En in mijn vlogjes zal ik je af en toe eens een keer een update geven hoe het nou gaat, dat ondernemingsavontuur. Allereerst, wat ga ik eigenlijk doen met dat bedrijf? Want
ik merk als ik zeg tegen mensen, ja, ik heb mijn eigen bedrijf, dat ze automatisch ervan uitgaan dat ik een bepaalde kant op ga of dat ik iets doe om een heleboel geld te verdienen. En dat soort dingen ga ik nu eventjes recht zetten. Ik ga je mijn missie en visie vertellen in, ja, die is, om heel eerlijk te zijn, nog steeds in ontwikkeling. Mijn bedrijfsplan is ook nog in ontwikkeling. Maar goed, hoe dan ook, mijn missie en visie. Ik ga niet tekst schrijven met mijn onderneming. Dat wil ik gewoon meteen alvast zeggen. Dit is niet een tekst schrijven dat ik aan de slag ga als tekst schrijven voor bedrijven en weet ik veel wat allemaal niet. Daar valt een heleboel geld mee te verdienen volgens een aantal mensen. En nou, dat is niet de reden dat ik het niet doe, want weet je, ik moet ook gewoon eten. Maar dat is niet wat ik wil. Ik heb dit jaar de redactieopleiding gedaan aan de Schrijversacademie. En mijn doel met mijn bedrijf is om lezers en schrijvers te helpen. Ik wil schrijvers helpen om hun droom waar te maken. En dat doe ik als redacteur en schrijfcoach. Maar ik hou niet zo van het woord schrijfcoach. Dus ik zou liever manuscriptbegeleider zeggen. En anderzijds voor lezers door zelf een heleboel boeken te schrijven. En door hen boeken te tippen die ik zelf heb gelezen. Dat doe ik dan in video's, podcasts en weet ik veel wat allemaal niet. Nou ja, en op die manier, ik weet dat ik ging voor het eerst een beetje brainstormen van wat wil ik nou met dat bedrijf. En toen schreef ik een heel groot doel op, wat volgens mij totaal niet smart geformuleerd is of wat dan ook. Maar dit is mijn doel. Ik wil de wereld verbeteren met boeken. Echt, of boeken verhalen. Dat is denk ik de betere term daarvoor. Er is heel veel aan de hand in de wereld op dit moment. En als ik me daar te veel mee bezighoud, dan heb ik slapeloze nachten en dan, ja, dan gaat het gewoon niet goed. En nu hoorde ik pas in een podcast een prachtige zin. Het was in het Engels, maar ik zal hem even vertalen. En dat is, hoe meer je je zorgen maakt om de dingen buiten je cirkel van invloed, dus de dingen waar je invloed op hebt, hoe minder je kunt doen binnen je cirkel van invloed. Dus voor mij is dat om... betekent dat ik minder het nieuws kijk en meer focus op die prachtige wereld van verhalen. En dat doet me ook denken aan wat ik vanmorgen las in het boekje Bidden in de Nacht van Tish Warren. Ik heb de oorspronkelijke versie, maar het is makkelijker als ik dat gewoon in het Nederlands vertel. Het boek is ook in het Nederlands beschikbaar. Zij schrijft, en sorry, het waait een beetje, dus misschien hoor je dat. Maar goed, zij schrijft in haar boekje dat... het christendom, het christelijk geloof, heeft geen direct antwoord op het probleem van het lijden. Maar we hebben wel een verhaal. We hebben een prachtig groot verhaal over God die de wereld kwam redden. En dat verhaal, dat grote verhaal, wil ik door mijn boeken, door mijn video's, door alles heen, wil ik dat vertellen. Wil ik dat daaraan bijdragen. En dit is niet wat ik zelf heb verzonnen van, oh, het grote verhaal. Want dat is een, volgens mij een uitspraak van C.S. Lewis. Dat alle verhalen, alle boeken die we hier op aarde hebben, niet alle boeken, maar wel een heleboel, die vertellen het grote verhaal. Die doen je verlangen naar dat grotere verhaal en naar een betere wereld, om het zo maar te zeggen. En daar kan ik nog heel veel meer over zeggen, maar ik zal de video ook niet lang maken. Maar dat is... ten diepste mijn doel met Mirjam Schippers, de onderneming. En ook het doel van deze Mirjam Schippers die hier voor de camera zit. Dat wil ik doen. Ik wil de wereld verbeteren met de prachtige verhalen die er zijn. En ik weet dat het een totaal bizar groot doel is, wat ik waarschijnlijk nooit ga halen. Maar dat maakt niet uit. Ik mag mijn best doen. Ik mag iedere dag achter mijn bureau gaan zitten en werken aan die droom. Werken aan... ja, werken voor het koninkrijk, om het zo maar te zeggen. En ja, weet je, dat is gewoon mijn doel met mijn bedrijf. En dat ga ik natuurlijk op een heleboel verschillende manieren doen. Ik heb een heleboel ideeën om dat te doen. Ik ga, nou, allereerst wat ik al zei, ik ga schrijvers helpen om hun eigen verhaal te schrijven, zodat zij ook kunnen bijdragen aan het grote verhaal. En nou, ik hoop zelf boeken te schrijven. Ik hoop lezers boeken aan te raden. Ik denk, als je dit boek leuk vindt, dan vind je dit ook misschien ook wel leuk. En dat doe ik door video's, door blogs te schrijven. En ik heb zelfs ook een podcast
waarin ik dat vertel samen met mijn boekenbestie Anna Laura. En dat is een stukje daarvan. Betekent niet dat ik totaal niet open sta voor andere opdrachten. Want ik ben ook van plan om me in te zetten voor bedrijven, organisaties die, nou ja, die mijn hart hebben, zeg maar. Die op hun manier ook bijdragen aan dat het grote verhaal verteld wordt. Dus, nou, dit is in het kort, of eigenlijk niet in het kort, maar dit is waarom ik mijn onderneming gestart ben. En, nou ja, ik hoop je op de hoogte te houden door middel van video's en dergelijke. En, nou ja, ik hoop dat je dit een leuke, interessante, goede video vond. Laat het me weten in de reactie wat je ervan vond. En ja, ik zit even te denken of ik een leuke vraag kan stellen. Maar eigenlijk ben ik nu gewoon een beetje te enthousiast over mijn bedrijf. Sorry. Nou ja, als je het een leuke video vond, geef hem zeker even een duimpje omhoog. En wil je mijn ondernemersreis en alle andere dingen, wil je dat volgen? En ben je nog geen abonnee? Abonneer je zeker even op mijn kanaal. En maak er vandaag een prachtige dag van.